zijn positie is, self-defense is intelligence. En er is vaak een beeld over Malcolm X als een hele gewelddadige man, iemand die voor geweld was, iemand die geweld propageerde. Terwijl dat helemaal niet is wat hij zegt. Hij is voor self-defense. Hij zegt van, als jij mij aanraakt, als je mij aanvalt, dan ben ik bereid om mezelf te verdedigen met geweld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Civil Rights Movement, die een ideologie, een filosofie hadden van, turn the other cheek, van geweldloosheid. Als zij aangevallen zouden worden, dat ze vanuit hun christelijke ideologie het zouden accepteren, in de hoop dat mensen zouden veranderen als ze het geweld zouden zien dat hen werd aangedaan. Dus die positie in die historische context van de VS, waarin geweld op zwarte lichamen normaal was, was het een radicale positie om te zeggen van, ik ben bereid om mijzelf te verdedigen met geweld, als dat nodig is. Dus dit is het beeld dat van hem bekend is. People are within our rights to protect themselves by whatever means necessary. En zo zijn er meerdere teksten van hem. I'm non-violent with those who are non-violent with me. En dat in tegenstelling dus tot Martin Luther King en de Civil Rights Movement, die juist een hele andere strategie hadden, die door middel van vreedzaam protest bereid waren om geweld te incasseren. Met als hele bewuste strategie dat alle camera's die op ze waren gericht, alle foto's, met name in die periode dat de televisie net heel populair werd, dat die beelden, bijvoorbeeld in Selma, die over de hele wereld bekend werden, de conscience, wat is dat in het Nederlands? Het bewustzijn van mensen zal prikkelen om eindelijk, het geweten zal prikkelen om zich bewust te worden van hoe barbaars het systeem eigenlijk was. Dus dat was een groot verschil tussen die twee bewegingen. Maar ook bij Martin Luther King zien we dat er een bepaald beeld is, alsof hij een soort maxschaapje was dat bereid was om alle vuisten en het geweld van de politie, van het systeem te incasseren. Mm. Terwijl we ook bij hem zien dat er een bepaalde ontwikkeling is, dat hij in het begin met name op zoek is naar acceptatie vanuit een bepaalde christelijke ideologie, maar ook langzaam maar zeker meer richting de kant van Malcolm X beweegt. En vlak voordat ook hij werd vermoord, zien we dat hij steeds minder gelooft in de ideologie die hij uitdroeg. Dat hij zegt van, I'm afraid I'm integrating my people into a burning house. Terwijl hij jarenlang integration had gepreached. Dat hij geloofde dat als wit en zwart op basis van hun goede moraliteit samen zouden werken, dat alles wel goed zou komen. Hij begon steeds meer twijfels daarover te komen. Hij begon steeds kritischer te worden over het systeem van imperialisme, over de oorlogen die Amerika voerde, met name de Vietnamoorlog. Hij werd steeds kritischer over het kapitalisme en noemde het de triple evils. En toen hij zich steeds verder daarover uitsprak, vlak de dag voordat hij werd vermoord, was hij van plan om de Poor People's Campaign op te zetten met arme mensen in de Verenigde Staten. Toen werd hij een gevaar voor het establishment. En toen moest hij dus gaan. Dus dit is mijn interpretatie, dat ik niet geloof in die dichotomie van je bent of dit of je bent dat, je bent Malcolm of je bent Martin. Ik persoonlijk geloof dat je beide nodig hebt. Dat je zo nu en dan de wat radicalere positie moet innemen en ook bereid moet zijn om jezelf te verdedigen als de omstandigheden daarna zijn. Maar in andere situaties kan je ook kijken naar een wat gemodereerde positie. En vanuit Kick-Out Zwarte Piet hebben we daar heel vaak discussies over. Jullie hebben wellicht de beelden gezien afgelopen weekend, dat heel veel van onze mensen gewoon echt met veel geweld zijn behandeld. Dus ook wij voeren die discussies van, moeten we dat constant maar blijven accepteren, dat we geknuppeld worden, geslagen en alles door de politie, of wordt het tijd om iets terug te doen?
zijn discussies die je kan voeren. Ik ben niet kunnen slechts een discussie voeren. ik heb nog een kwartier, dus ik ga er snel doorheen. Een ander belangrijk punt is dat je natuurlijk enerzijds de Civil Rights Movement had, die zich met name richtte op burgerrechten. Er is een groot onderscheid tussen burgerrechten en mensenrechten. Burgerrechten zijn de rechten die je hebt omdat je wordt gezien als burger van een bepaald land. Hè. Dus het recht om te stemmen. Dat was een van de centrale doelstellingen van de Civil Rights Movement. En dat ze geloofden door stemrecht te krijgen, dat ze politieke macht konden krijgen en daarmee invloed konden uitoefenen op het systeem. Terwijl Malcolm niet alleen gericht was op civil rights, maar op human rights. Hè. Dat het niet uitmaakt of je een burger bent van een bepaald land, maar puur omdat je mens bent, dat je ook menswaardig behandeld dient te worden. En dat die ideologie, of die visie, had hij ook deels ontwikkeld op basis van zijn internationale netwerk. Zijn reizen door Afrika met name, die in die periode ook een hele dekolonisatie, waar een hele dekolonisatiegolf teweeg werd gebracht. Onderwijs was uiteraard een belangrijk element. En wat ik zelf heel mooi vind aan Malcolm is dat hij autodidact is. Hij is niet een persoon, in tegenstelling tot Martin Luther King die Atlanta op de universiteit heeft gezeten, op Morehouse College, ik ben er zelf nog geweest. Hij is echt iemand, ik zou kunnen zeggen, van de straat. Hij was ook een soort van crimineel geweest. En pas toen hij in de gevangenis was, heeft hij al die kennis tot zich genomen, heeft hij zichzelf geleerd om, nou ja, als we kijken naar zijn politieke en economische visie, vind ik het natuurlijk heel jammer dat hij op vrij jonge leeftijd van ons is afgenomen. Bij Martin Luther King zie je dat hij verschillende boeken echt heeft geschreven en geproduceerd, waarin hij echt heel duidelijk een bepaalde politieke, sociale en economische visie naar voren kon brengen. Terwijl je ziet dat Malcolm heel lang, hè, dus hij zat in de gevangenis, werd toen de meest bekende preacher of minister van de Nation of Islam, die hem bewust eigenlijk tegenhielden om juist niet te politiek te zijn. En toen hij te politiek werd met zijn Chickens Coming Home to Roost speech, werd hij eruit gegooid. Maar vervolgens ging hij aan de slag met het ontwikkelen van zijn eigen visie. Hè, dat met name gericht was op self-determination, self-defense, black nationalism. Het is een pan-African vision, gebaseerd op hetgeen wat ik eerder zei, de ideologie van Marcus Garvey. Maar helaas is hij dus op jonge leeftijd van ons afgenomen en heeft hij dat niet heel erg verder kunnen ontwikkelen en tot uiting kunnen brengen. Eén ding wat heel duidelijk was, ik vond het wel heel mooi in de context van de afgelopen week, is wel een mooi filmpje, maar ik ga die niet laten zien vanwege de tijd. Maar wat hij zei is dat, weet je, hij geloofde niet in Republicans of de Democrats. Hij vond ze allebei even racistisch. Geen van die partijen zou de revolutie of de vrijheid van Afro-Amerikanen kunnen bespoedigen of kunnen helpen. Integendeel, hij zei zelfs dat, een beetje net als de context nu, die Trump heeft gewonnen, die openlijk racistisch, homofobisch, islamofobisch, etc. is. In die periode was er ook zo'n type, witte supremacist. Hij zei, weet je, eigenlijk is het beter dat die witte supremacist heeft gewonnen, in tegenstelling tot die liberal, want dan weet je nog van waar je aan toe bent. Dat maakt dat zwarte mensen in elk geval hopelijk zichzelf gaan mobiliseren. Dat ze gaan bereid zijn om te vechten voor hun vrijheid, in plaats van dat ze zich laten inkapselen, inpakken door de mooie woorden van de liberalen die mooie woorden hebben, maar het systeem van witte suprematie toch laten doorgaan. En als laatste, dat filmpje ga ik toch wel even laten zien, omdat het denk ik zeer relevant is, ook vandaag de dag, in Nederland, in Amerika, in andere landen, op politiegeweld. The controlled press, the white press, inflames the white public against Negroes. If the police are able to use it to paint the Negro community as a criminal element,
the police are able to use the press to make the white public think that 90% or 99% of the Negroes in the Negro community are criminals. And once the white public is convinced that most of the Negro community is a criminal element, then this automatically paves the way for the police to move into the Negro community, exercising Gestapo tactics, stopping any black man who is in the, on the sidewalk, whether he is guilty or whether he is innocent, whether he is well-dressed or whether he is poorly dressed, whether he is educated or whether he is dumb, whether he's a Christian or whether he's a Muslim, as long as he is black and a member of the Negro community, the white public thinks that the white policeman is justified in going in there and trampling on that man's civil rights and on that man's human rights. Once the police have convinced the white public that the so-called Negro community is a criminal element, they can go in and question, brutalize, murder unarmed, innocent Negroes, and the white public is gullible enough to back them up. This makes the Negro community a police state. This makes the Negro neighborhood a police state. It's the most heavily patrolled. It has more police in it than any other neighborhood, yet it has more crime in it than any other neighborhood. How can you have more cops? Je kunt het filmpje thuis al nog verder bekijken. Ik vind dit een van de meest relevante filmpjes op dit moment. Zeker als we kijken naar alle politiemoorden de afgelopen weken, maanden, jaren in de Verenigde Staten, die door social media weer in ons bewustzijn zijn gebracht. Maar ook als we kijken naar Nederland, heeft het over hoe de media een bepaald beeld schetst van people of color, van zwarte mensen. En dat ze daarmee geweld tegen zwarte mensen legitimeert. Vandaag nog zijn we in de gemeenteraad in Amsterdam, in Rotterdam geweest. Ik hoop dat jullie de beelden hebben gezien van hoe zwarte mensen, zwarte vrouwen letterlijk aan hun haar zijn geslagen. Met knuppels zijn geslagen. Hoe Jerry door 5 agenten wordt vastgehouden en letterlijk op zijn gezicht wordt geslagen. En wat horen we vandaag in de media en vanuit de politiek? Van ja, ze waren van plan om met 200 man tegen kinderen te schreeuwen. Ze waren van plan om geweld te gebruiken en we moesten ons kinderfeest beschermen. Dus daarom moesten wij... Hè? Dus je ziet hoe dit werkt. Die politici zeggen dit, in dit geval Abu Talib. Abu Talib. Die dus letterlijk een bepaalde retoriek gebruikt om zwarte mensen te criminaliseren. Waarmee het geweld, wat we vandaag de dag nog steeds zien, jegens mensen die het lef hebben om in opstand te komen tegen witte suprematie, want Zwarte Piet is witte suprematie, legitimeert. En dat zien we dus ook in de Verenigde Staten. In de laatste paar minuten, want dit waren mijn 10 tips, wil ik daar alleen nog heel even kort stil bij de vraag, nou dit is een fotootje daarvan, de vraag, meer van hoe het komt, waarom is het überhaupt nog relevant dat we kijken naar Malcolm X, de VS, maar ook hier in Nederland. Nou, normaal heb ik nog een uur om over dit te praten. En dan geef ik woord van deze verpleegde. Maar ga er even een paar minuutjes doorheen. Een paar weken geleden, Terrence Crutcher, jullie hebben misschien de beelden gezien. Had autopech, was op zoek naar hulp, wordt doodgeschoten op camera. Keith Lamont Scott wacht op zijn dochter, was een boek aan het lezen, wordt doodgeschoten op camera. Om hen niet op camera, maar dat was het verhaal. En de reacties die we zien zijn dan opstanden vanuit die zwarte gemeenschap. Men noemt ze riots, ik noem ze opstanden, omdat het terechte boosheid is die mensen uiten, omdat ze niet op andere manieren de mogelijkheid hebben om hun terechte boosheid en frustratie te uiten. Dit was in oktober, daar heb ik ook een gastcollege over Black Lives Matter. Maar we hebben deze beelden de afgelopen jaren opeens weer heel veel gezien. Mike Brown, een aantal jaar geleden, 18-jarige jongen die werd doodgeschoten, zorgde ook al voor een opstand die een aantal maanden heeft geduurd in Ferguson. Het heeft ervoor gezorgd dat een nieuwe beweging op gang is gekomen, de Black Lives Matter Movement. En Trayvon Martin,
Hetzelfde verhaal. Ja, alleen omdat hij hoodie op had, werd hij gezien als verdacht. En doodgeschoten door George Zimmerman, die gewoon weer weg is gekomen. Dus we zien dat hetzelfde geweld waar Malcolm het in dat filmpje over heeft. Hè? Police violence, waardoor een soort, hè, dat de Negro community, zoals hij dat noemde, voelen als een politiestaat. Dat in 2016, 50 jaar later, gewoon niet veranderd is. En we hebben een zwarte president. Hoe? Of zij hebben een zwarte president. Hoe is dat mogelijk? Als we kijken naar de statistieken, zien we dus dat zwarte mensen meer dan 2 keer de kans hebben om vermoord te worden door de politie. Al die statistieken laten zien dat zelfs als ze onbewapend zijn, dat de kans groter is dat ze het slachtoffer worden van politiegeweld, fataal politiegeweld. We zien dat de data laten zien dat het helemaal niks te maken heeft met of je in een gewelddadige of criminele buurt woont of niet. De data laten zien dat 97% van de agenten die zwarte mensen vermoorden gewoon niet ter verantwoording worden gehouden. Artiesten die opstaan. Dus er is weer een beweging gaande 50 jaar na dato, nadat Malcolm X is vermoord. Zijn een aantal hele mooie boeken verschenen hierover. The New Jim Crow, Nobody, Black Liberation. Ik raad iedereen aan om dat te lezen als jullie interesse hebben. Eentje zie ik hier liggen. Kunnen hier komen vanavond als jullie dat willen? Maar wat deze mensen zeggen, is dat we nu in een tijd leven, of de afgelopen jaren, in een tijd leefden waarin er een beeld heerste van de post-racial America. Want eindelijk was er een zwarte president verkozen. De droom van Martin Luther King zou gerealiseerd zijn. We hebben zwarte miljonairs, zwarte mensen op hele invloedrijke posities. Dus het idee was van die geschiedenis van segregation, white supremacy is eindelijk achter ons. Eindelijk hebben we onze original sin overwonnen. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren kunnen zien dat er aan de andere kant niet zo heel veel veranderd lijkt te zijn voor de massa van de Afro-Amerikanen. En als we kijken naar de data, zien we dat er op dit moment meer Afro-Amerikanen in de gevangenis zitten, miljoenen, dan dat er tot slaafgemaakte Afrikanen waren in 1850. Dat zijn de data. Afgelopen week waren er meer Afro-Amerikanen die niet mochten stemmen dan tijdens de periode van Jim Crow. We zien dat er in bepaalde wijken het grootste deel, dus de meerderheid van de Afro-Amerikanen. Wat bedoel je met die stem? Oh, dat is vast. Het zijn wetten. Disenfranchised. Ja. Dus Michelle Alexander noemt de New Jim Crow. Ja, waar je vroeger de Jim Crow had, dat gewoon heel expliciet was. Omdat je zwart bent, mag je niet daar zitten. Of mag je niet uit hetzelfde fonteintje drinken. Door de Civil Rights Movement is dat moreel onacceptabel geworden. Maar na 300-400 jaar racisme, witte suprematie, denken we dat het opeens verdwenen is? Nee toch. Wat ze hebben gedaan, is dat ze heel slim zijn gedacht, oké, hoe kunnen wij het systeem gebruiken om de massa van Afro-Amerikanen en mensen van kleur nog steeds in een soort tweederangs burgerspositie te houden. En wat ze doen, is dat ze op dit moment de criminal justice system gebruiken. Hè, dat je in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of iets wat wij hier kunnen doen, je kan hier een jointje halen bij de coffeeshop. Geen stress. Ik kom bij je. In de Verenigde Staten kan je daar heel lang voor naar de bak gaan. En als je eenmaal in dat systeem zit, naar de gevangenis bent geweest, dan betekent het dat je bijvoorbeeld niet meer mag stemmen. Dat je veel minder kans hebt om werk te vinden. Dat je je recht verliest op sociale huur. Op food stamp, zoals ze dat noemen. Dus je zit eigenlijk gevangen in een bepaald, in de onderklasse, zoals ze dat noemen, de racial undercast, omdat jij bent bestempeld als crimineel. Dus wat vroeger zwart was, is nu crimineel. En wat je ziet is dat steden zo zijn opgebouwd, dat met name Afro-Amerikanen uit de onderklasse
heel vaak geen andere keuze hebben dan aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Hè? Bijvoorbeeld wiet verkopen of andere substanties. Waardoor ze een grotere kans hebben om ook gepakt te worden in de gevangenis te belanden en dus ook in dit systeem. Dat was een vraag ook weer. Ja, ik ben het niet helemaal eens met het laatste wat je zei. Dat mensen... Kijk, er wordt... Michelle Alexander legt uit dat er specifiek wetgeving aangenomen wordt die op het oog egalitair lijkt, maar in de uitvoering zorgt voor een kaste. Dus het is denk ik heel belangrijk om duidelijk het verschil te leggen, net zoals zij dat doet. Niet te zeggen dat er een onderklasse is, maar ze heeft het duidelijk over een kaste. En waarom heeft ze het over een kaste? Omdat mensen er never uit kunnen komen. En ook al houden mensen zich, en het gros van de mensen houdt zich aan de regels, worden zij gepakt. En zij heeft het in interviews over een jongen die bij haar komt. Die vertelt dat hij is gevreemd. Hij had helemaal geen wiet. En ze hebben dat wiet bij hem gezet. En hij was niet alleen het slachtoffer, maar een heleboel andere mensen waren een slachtoffer. Op een gegeven moment is dat politiebureau opgepakt. Dus ik denk dat het echt belangrijk is om dat onderscheid te maken en niet te zeggen dat mensen niet anders kunnen dan daaraan meedoen, want het gros van de mensen doet er helemaal niet aan mee en wordt geframed. Dat is wat er gaande is, waardoor er een kastensysteem is waar men zich niet van bewust is dat er een kastensysteem is. En ik denk dat we daarover moeten hebben, ook in de documentaire van Ava DuVernay, 13, heeft de rechterhand van Reagan het over. Ja, dat was je zo. Hebt het niet. Oh, oké. Dus, ja, bedankt voor je toegevoegdheid en wat duidelijker heb gemaakt. Je gaat afronden met je volgende. De 13 is op Netflix beschikbaar. Maar inderdaad, wat Amanda aangeeft, het gaat dus om een racial caste system. Dat een groot deel van de Afro-Amerikanen zeg maar gevangen houdt in wat men noemt de mass incarceration system. En dit is het aantal mensen dat in de Verenigde Staten is opgesloten. Miljoenen, vergeleken met andere landen. Er is geen ander land ter wereld dat zo'n groot deel van haar bevolking opsluit. En je ziet hoe dat enorm is toegenomen in de jaren 70, 80. En dat heeft dus ook te maken met die Civil Rights Movement die ongeveer eind jaren 60 eindigde. Martin Luther King werd vermoord, Malcolm X werd vermoord. En wat we toen zagen was dat deels vanwege die heftige repressie op basis van de ideologie nieuwe groepen ontstonden, de Black Power Movement, de Black Panthers. Die zeiden van, Stokely Carmichael bijvoorbeeld, die eerst naast Martin Luther King en John Lewis marsch, die zei van, kijk, ik heb jarenlang mezelf ingehouden en mezelf geweldloos opgesteld en toch word ik constant, of wordt mijn gemeenschap constant met geweld geconfronteerd. Dus hij is een van de leiders geworden van die Black Power Movement, die Black Panther Movement, die ook net als Malcolm X bereid was zichzelf te verdedigen. Even kijken, dit zijn wat meer statistieken over de hoe je ziet dat met name Afro-Amerikaanse mannen slachtoffer zijn van het systeem. Maar wat ik dus wil aangeven, dat is ook misschien nog wel belangrijk voor als we het hebben over Malcolm X, dat na zijn dood er wel bewegingen zijn ontstaan die op basis of geïnspireerd door hem op basis van zelfverdediging zichzelf hebben georganiseerd. Dus na de dood, of na de moord op Martin Luther King bijvoorbeeld, zag je dat er heel veel riots ontstonden. Deels vanwege die repressie, maar dat had ook te maken met de erbarmelijke omstandigheden in bepaalde wijken.
die niet waren verdwenen alleen maar vanwege de winst van de civil rights. De Black Power Movement die ontstond, de Black Panthers die bereid waren tot zelfverdediging. We kennen denk ik allemaal de beelden van mannen en vrouwen met zwarte baretten en grote wapens. En dit, ik wil kort laten zien. Ja. Even, we gaan zo afronden. Dit is een quote uit komt van de website van de Raad van State hier in Nederland. Vorig jaar waren een paar jongens meegegaan naar een protest tegen Zwarte Piet. Die hebben ze wellicht op foto's gezien, helemaal zwart met een barretje op. En dat werd direct gezien als de Black Panthers, die in de Verenigde Staten een gewelddadige, intolerante, intimiderende en racistische organisatie vormden. Dat stond in een wetsvoorstel van de PVV. En je ziet hoe dus een bepaald frame, een bepaald beeld over gewelddadige zwarte mensen, zwarte mannen met name, werd gebruikt. En zoals mijn naam stond erin, dat is wetsvoorstel van de PVV, daarnaast bla 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 bla. Het verzet tegen ons kinderfeest wordt veelal gedreven door de strijd tegen alles wat blank is. Zo plaatsen Dionne Abdul Hafiz Khan van Easy Solution en Mitchell Esaias van de multiculturele sociale onderneming. Anyway, wat ik dus interessant vind is hoe die beelden over gewelddadige zwarte mensen of zwarte bewegingen, het is gewoon mensen die bereid zijn zichzelf te verdedigen, worden geframed als een dreiging. In tegenstelling tot mensen die zich altijd vreedzaam opstellen. Dus dat beeldje is, terwijl men vaak niet kijkt naar het bredere plaatje, het programma, de 10-point program van de Black Panthers bijvoorbeeld. En wat men zag, ik ga die niet heel snel doorheen, maar ik ga het zo afronden. Wat je zag, en dat vond ik ook interessant van vandaag, is dat die bewegingen die dus ontstonden, werden gewoon werden onderdrukt, werden gestopt door de FBI, de CIA, de Counterintelligence Program, waar er letterlijk opdracht is gegeven om Black Panthers te vermoorden. Er zijn een aantal, zoals Fred Hampton, gewoon letterlijk doodgeschoten door dat soort organisaties. En daarom schrok ik vandaag dat wij ook nog eens werden gecriminaliseerd en gedemoniseerd door dat er werd gezegd dat de AIVD informatie had ontvangen dat wij geweld zouden willen plegen. Onder andere omdat de jongens met zwarte balletjes rondliepen. Maar goed, de war on drugs. Goed. Ik denk dat we dit. Er is een documentaire, The 13th, die dit heel mooi, heel prachtig uitlegt. Samengevat zou ik kunnen stellen dat ondanks de winst van de Civil Rights Movement, ondanks de pogingen van de Black Power Movement, het systeem van witte suprematie nog steeds aanwezig is in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Het enige verschil is dat het zich nu op een andere manier manifesteert, door middel van de war on drugs, mass incarceration, en de prison industrial complex, waardoor je nog steeds ziet dat politiegeweld jegens Afro-Amerikanen aan de orde van de dag is. En dan in Nederland zien we dus dat die geschiedenis van witte suprematie, slavernij en kolonialisme zich op een andere, door vergelijkbare wijze manifesteert door middel van arbeidsmarktdiscriminatie, islamofobie, opkomst van extreme rechts en zelfs Zwarte Piet, wat daarvan een symbool is in mijn ogen. Ik zou nog half uur kunnen doorgaan, maar we gaan het hier bij laten. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt Mitchell, ik denk dat je al een hele college in reeks zou geven dat wij allemaal graag nog meerdere lezingen van je zouden krijgen. Maar we willen vandaag wat ook ruimte nog inruimen voor vragen aan jou. Ik stel jullie voor dat, dat ik steeds drie vragen uit de zaal opneem en dat Mitchell die dan beantwoordt. Dat is een wat snellere manier. En graag je hand opsteken als je wat wil vragen of zeggen. En
je bijdrage kort houden, maximaal 2 minuten. Ja. Ik zal willen voorstellen van wat nu echt gezien was. Vraag aan mij, maar ik denk dat er heel veel kennis in de ruimte is. Dus als je zelf iets wil bijdragen of kennis wil delen.